Het weekend van 9 en 10 mei staat niet alleen in het teken van Moederdag, nee, natuurlijk ook van het Mama Sprite Festival in Geleen. Het viert dit jaar 21ste editie met namen zoals Sunday Sun, Ronnie Flex en de Intergalactic Lovers. En hoe het was, dat check jij in deze sfeerreportage van Streekomroep Start. Stier, Kerk Potter, hey! Gouden appetit! Doe heus nu neer met klotteren, gillen had meer tijd. Om een husje of spitsen, dan zitten ze nevenin. Was de werkst nog eens, dan bleek de schudden been. Ja, je staat hier op Mama's Pride in het teken van Mijn Carbon. Wat is dat eigenlijk? Mijn Carbon is een project van, door Mama's Pride eigenlijk geïnitieerd. Van regionale bandjes die het werk van Carbon, van de platen Wets nog Koempel, 40 jaar geleden, in hun eigen repertoire, in hun eigen uitvoering brengen. En door ja, een hele eigen draai aan geven eigenlijk. Het zijn allemaal bandjes hier uit de buurt. En ja, die zijn door met aan de slag gegaan. Ja, voor dit is het extra speciaal, want toen was de zoon van een lid, hè? Ja, klopt. Ik ben de zoon van Henk Stijvers, een van de originele leden van Carbon. Ja, extra speciaal. Ja, tuurlijk wel. Pap stond in het publiek ook na, dus ongezien toeziend oog moest ik me maar recht op zijn te houden. Nee, maar het is wel heel speciaal om de liedjes van hem te mogen vertalen hier, zeker. Zak ik me af in datzelfde zwarte gat. Doe ze en doe je, zal ik even sterven. Doe ze en doe je. Dat is die opgetreden in het teken van Mijn Carbon. Wie is dat er eigenlijk? Wij zien ongenode gasten uit de noordelijke mijnstreek van Limburg. En dat is Venlo. Ja, dan kom je in de regio van de mijnen. Hoe is het al om een leedje van een mijnenband, zal ik maar zeggen, te coveren? Nou, dat is wel heel interessant. Ik ken de muziek en ik wist ook meteen wat voor nummer weer aan ze moesten doen. Omdat het heel, ook wel echt iets heet, waar we ons in toes veulen. Dus dat was eigenlijk niet zo'n probleem. En we hebben er heel veel plezier aan gehad om dat nummer te brengen op ons manier. Maar ook echt wel gehalden aan de structuur van het nummer. Naar de optreden gegeven op Mama's Pride. Hoe was het? Het optreden was echt heel tof. Het publiek moest eerst een beetje loskomen. Maar we hebben heel erg genoten en we kregen ze uiteindelijk toch mee. En ja, het is heel veel liefde kreeg ik van ze. Dus het was heel tof. Ja, want hoe was het publiek eigenlijk toen het eenmaal losging? Was het allemaal goed gegaan? Nou ja, heel fijn. Want ze deden heel erg mee. Ze bleven maar hartjes omhoog gooien. En meezingen en meeklappen, meedansen. Ja, dat is altijd heel fijn voor de artiest. Omdat je dan niet het gevoel hebt dat je alleen staat. Maar het is ook heel fijn omdat je dan de liefde voelt, weet je wel. En dan wil je nog meer teruggeven ook. Ja. Ja, door Radio 6 ben je al tot nieuws Soul in Chesterland genoemd. Ja, je hebt een grote ontwikkeling doorgemaakt. Maar zet je grote ontwikkeling door en ja, waar zien we je volgend jaar eigenlijk terug? Waar denk je te staan? Nou, het was toch wel een beetje een meisjesdroom. En ik denk elke artiestse droom om op het North Sea Jazz Festival te staan. Nou, dat gaat dit jaar gebeuren. Dus het kan eigenlijk alleen maar beter worden en mooier worden. En we hopen natuurlijk op heel veel grotere festivals en heel veel leuke dingen. En er komt eind van het jaar komt er ook een EP uit, een nieuwe single komt eruit. Dus we blijven doorwerken. En hopelijk, ja, internationaal ook uiteindelijk.
Nou, heel veel succes ermee. Dankjewel. Wie is de sfeer dan op Mama's Pride eigenlijk? Ja, meestal is het gezellig. Lekker goed weer. En, ja. Ja, het goede werk en vanmorgen gebroken. Zit het dan morgen ook? Misschien. Oké, nou in ieder geval veel plezier en bedankt. Ja, dankjewel. Welke artiesten, waar kijk je naar uit? Net als Maas geweest en die vond ik wel eigenlijk heel erg goed. En ja, morgen komt Ronnie Flex en die wil ik ook wel graag zien. Dus ja, ik vind het wel leuk. Wat trekt Mama Sprite dan? Wat is dan zo leuk? Ja, ik vind eigenlijk alles leuk wat hier is. Dus ja, daar ben ik ook eigenlijk voor gekomen. Ja, dus wat is de sfeer eigenlijk op Mama Sprite samenvatten? Heel gezellig, heel samen met iedereen. En je kan gewoon met mensen praten die je ook niet kent of zo. Dus dat is echt wel heel leuk. Ja, jullie hebben deze avond aan de entree van Mama Sprite gestaan. Hoe is het allemaal verlopen? Heel goed moet ik zeggen. Rustig, lekker relaxed. Veel jeugd, veel mijn leeftijd, grijze haren zeg ik dan maar even. Dat is een beetje ja, zoals vroeger Pinkpop ingeleend was. Kleinschalig, maar op zich heel rustig, lekker verlopen. Dus. Dag 1 hebben we al gehad, dus nu dag 2. Cultuur, muziek en bier vanaf het Mama's Pride Festival 2015. For so long, dude. But I feel it when you only want to shout. Have to be very persevering when there's nothing new. It was just the two of us. Hoe was het optreden op Mama's Pride? Het was gezellig. Ik zag jong en oud. Maar volgens mij heeft iedereen wel genoten. Dus ik vond het echt super top, man. Ik vond het echt leuk. Ja, hoe bereid je voor op zo'n concert hier in Geleen? Ja, het liefste met 2 of 3 shotjes alcohol. Hoe was het Geleense publiek? Ja, top. Ronnie Flex voor president! Wat ik al zei, zeg maar, jong en oud. Ik zag mensen met een... Wat ik heel mooi vond, is dat ik ook een paar ouders zag, vaders, met kleine kinderen op hun rug. En dan denk ik van ja, het is toch top dat je ooit in buurthuizen staat te rappen. En dat er dan opeens kleine kids bereid zijn om op de schouders van hun ouders te zitten om mij te zien. Want ik voel me helemaal niet zo speciaal of zo. Dus ik vind het gewoon fucking top. Kijk, dat de jongeren vooraan staan, dat ben ik gewend. Maar gewoon dat ook kleine kids en ouders, als ik hun ook zie bewegen en plezier zie hebben, dat is mooi.